Wij roepen u op het gedoogakkoord te verwerpen en niet in zee te gaan met de PVV. Bart Bruggeman, fractievoorzitter van het CDA in Leerdam, verzette zich vorig jaar tegen de samenwerking met de PVV. Nu, een jaar later, baalt hij dat de verdeeldheid binnen zijn partij het nieuws beheerst. Triest dat we als CDA een jaar na het congres in Arnhem nog zo struikelen over dit soort voorbeelden, waarbij op de achtergrond eigenlijk Wilders regeert en niet de wil vanuit onze eigen partij. Ja, dat doet pijn. Ook andere leden van het CDA balen, maar dan van het feit dat de problemen in de partij niet binnen de Tweede Kamerfractie zijn opgelost. Omdat je als fractie niet in staat bent geweest om een heldere lijn vast te zetten, je het in feite uit handen geeft aan allerlei mensen, onze eigen leden, maar ook de buitenwacht, die op hele gebrekkige basis er een mening over gaan krijgen. De Rotterdamse Arie Vos is sinds een half jaar voorzitter van de jongere afdeling van het CDA. Zijn standpunt over Mauro is helder. Gevallen zoals Mauro, die moeten inderdaad in Nederland kunnen blijven. Dus gelijke monniken, gelijke kappen, er zijn er nog veel meer, die moeten ook kunnen blijven. En hij krijgt steun vanuit Leerdam. Stel nu eens dat Mauro in Leerdam zou wonen. Dan hadden we in ieder geval als voltallige CDA-fractie gezegd, Mauro kan hier blijven. In Rotterdam wordt de lijn van minister Leers gevolgd. Ik denk als de minister op hele goede gronden en na 8 jaar procederen en tot aan de Raad van State tot de conclusie komt, ik zie hier geen grond om Mauro een schrijnend geval te noemen, dan denk ik dat Mauro inderdaad uitgezet moet worden. Waarschijnlijk zal een meerderheid van alle CDA-leden achter de beslissing van minister Leers gaan staan. En dus is de kans groot dat ondanks alle commotie Mauro Nederland moet verlaten.